hartstikke welkom. Het is op de school. Wie zit er hier op school? Zit jij hier op school? En wat doen jullie dan hier in deze ruimte? We moeten weetaken doen. Hoe heet dat? Weetaken. Oh, weetaken. We staan allemaal op onze borden. Oh. We staan er allemaal te borden. Oh. Nou, gelukkig is nou vrije tijd. Want leren is leuk. En lezen ook, toch? Ja. En nou denkt iedereen natuurlijk, wat doet nou een clowntje hier met een boek? Nou, ik zal me eerst even voorstellen. Ik ben Popie, ik ben een meisjesclown. En eigenlijk treed ik altijd op in het circus. En dan doe ik tovertrukken. Bijvoorbeeld zo. Een toverzak. Mooi, hè? Mijn toverzak. En dan zit er in de toverzak helemaal niks in. En dan zeg je pimpele pim pompele pom. En dan draait de zak om. Oh, hallo. Wat doe jij? Oh, wat doe jij nou hier, muisje? Ja, piep, piep, piep. Ik hou ook van beestjes. En ik hou van verhalen. Muisje. Kom jij eens mooi hier zitten bij de kikker en het egeltje? Ik hou van verhalen. Ik hou van het boek, want als je boeken leest, dan lijkt het soms net alsof je helemaal in het boek zit. En alsof alles echt gebeurt. En deze keer mag ik van juffrouw, de juffrouw en van nog andere juffrouwen van de bibliotheek dit boek voorlezen. Maar wat zou het nou leuk zijn als de dingen in het boek in het echt ook gebeuren? Dat zou leuk zijn. Zullen we eens kijken of dat lukt? Wie kent het boek? We hebben er een geitje mee. Het gaat allemaal over dieren. Want wie is er wel eens bij een kinderboerderij geweest? Ik. En wie nog meer? Jij ook? Oh, jij ook? Wat? Ben jij er ook geweest? Wat weten jullie wat je lievelingsdier is op de kinderboerderij? Hey, oh, weet jij het? Een dinosaurus. Ja, die hebben ze ook op de kinderboerderij. Oh, nou niet meer. Oh, heel vroeger. Oh ja, die zijn uitgestorven. Ja, vind ik. In dit boek gaat het over een kinderboerderij en daar hebben ze er een... Je hebt het boek al gelezen. Ja. Ja, en je houdt van pinkjes, maar die hebben ze niet op de kinderboerderij. Nee, nee. Maar deze kinderboerderij... De geitje? Oh, die pinkwin, ja. Pinkwin woont heel ver weg. Hè? Maar, op de Noordpool. Op de Noordpool of de Zuidpool. Maar ja, ik ga even iets vertellen over alle dieren van de kinderboerderij die hartstikke blij waren, want ze wilden het geitje zien. Het geitje van de kinderboerderij, want niemand had het nog gezien. Dan ga ik op de vertelstoel zitten. Mooi, hè? En dan doe ik een lichtje aan. Alhoewel, hoe lichtje doe je het? Ja. Nou. Auw. Wat is dit nou? Oh, de egels. Niet zo hard pikken, hè? Oké. Kijk nou. Op de kinderboerderij hebben ze er een... Meneer Pinguin, geitje bij, hè? Daar hebben ze een geitje bij. En vlakbij de kinderboerderij woont een jongetje. En die gaat naar buiten. En hij heet Mick. En Mick wil ook het geitje zien op de kinderboerderij. Zie dat? Hij stapt de deur uit. En gaat hij lopen? Kijk eens goed, wat zien jullie op de plaatjes? Zie je iets? Een vogel? En een poes? En wat is dit? Een step! Een step!
een step. Hij gaat niet lopen, hij gaat met een step. En bij het hek ziet hij de koe. Hé, er staat een step. Wacht eens even. Is er iemand die heel goed kan steppen? Is er iemand die goed kan steppen? Is er iemand die even wil gaan steppen hier zo? Kate? Oh, Kate wil gaan steppen. Kijk. Kate, dan doen we dit zo. Dan ben jij Mick. En dan ga je steppen. Step. Dan ga je steppen. En dan kom je bij de kinderboerderij. En dan zie je de koe. Afgesproken? Oké. Okay. Nou, Kate, kom. Kate, steppen. Even wachten. In de step, petje op. Want Mick heeft een petje op. Kate, wacht even. Zet ik ook even het muziekje aan. Ho. Mick gaat naar de kinderboerderij, want ze hebben er een geitje bij. Steppen. Oh, kijk, daar komt Mick aan. Nog een keertje terug. Kijk, daar gaat Mick steppen. Bij het hek ziet hij de koe. Wil je het geitje zien? Oké, dat kan. Even een applausje voor Mick, want ik kan wel heel goed steppen. Maar, hoe zou het verder gaan? Mick, ga maar zitten hoor. Mick gaat langs alle dieren, denk ik. Hij is bij de koe geweest. Oh, koe, hallo. Laat je eens even zien. En wat zegt een koe eigenlijk? Oh ja, een koe zegt boe. Oké. Nou ben ik benieuwd hoe het verder gaat. Want er zijn nog veel meer kinderen op die kinderboerderij. Even kijken hoor. Boe zegt de koe, ben ze blij, we hebben er een geitje bij. Maar daarna rijdt hij langs het paard. En het oude paard zegt heel bedaard. Paard. Zien jullie hier een paard? Zie je een paard? Oh, hier. Hier is een paard. En een ooievaar, zie je dat? Maar eentje. Zien jullie op deze kinderboerderij een paard? Nee, ik zie helemaal geen paard. Hallo. Hallo. Maar naar boven. Zit hij daar? Nou ja, zeg. Ik ben zo blij. We hebben er een geitje bij. En het wordt hartstikke druk hier in de wei. Oh. Nou, dat was het paard. We hebben al een koe. We hebben een paard. Maar er zijn nog veel meer dieren op de kinderboerderij. Daar gaat hij. Naast het klimrek en de wip loopt de bruine schouw. Kip. Oh, dat is knap. Jij kent het al. De kip. Kijk. Kijk. Tok, zegt de kip verheugd. Ei, ei. Ziet iemand misschien hier de kip? Zie jij de kip? Oh, echt. Is dat een kip? Nee. Is toch geen kip? Ja. Ja, maar. Dat is toch een haan? Oh, Wie kan het opdoen en dan net doen alsof je een haan bent? Wie durft dat? Durf jij dat? Kom eens. Ja, dan hebben we hier een haan. En hoe heet je haan? Daniel de haan. Daniel de haan. Even kijken hoor. Oh, kijk! Een haan! Daar staat Daniel de haan. Doe even kukkelen, kun je? Ja, wow! Zullen we eens even heel hard klappen voor deze fantastische haan. Kijk uit die Daniel. Mag jij weer gaan zitten? We hadden dus een haan. En een kip op de kinderboerderij. Oh, ik zie nog wat. Zou dat ook in het boek staan? Ik denk het wel. Mick, die loopt door. En die ziet vlakbij een boertje wat staat te harken. Een biggetje
en een varken. Kijk, zie je hem ook? Pikkertje zit onder de modder. Oh, kijk. Zie je dat? Nee. Hé, wacht eens even. Als het klopt, dan is weer open. Pikkertje. Oh, kijk nou. Een echte. Oh, dag Pikkertje. Oh, oma wil lopen. Oh, hij loopt. Echt, zie je dat? Kijk. Oh, knor, knor. Mijn kind loopt weg. Hier, jij. Oh, kom hier, jij. Hier, hier. Oh, je moet er mooi bij mij blijven. Bij mij op de kinderboerderij. Nou zeg, wat hebben we allemaal al? Een koe, een varken, een konijn, een kip, een paard, een... We hebben iets gemist. Als je het boek heel goed hebt gelezen, zie je dat er ook een boertje is op de kinderboerderij. Zie je dat? En dat boertje zorgt... Ik heb een idee. We gaan het... Oh, kijk nou. Een rups. Oh, wat gebeurt er nou? Mevrouw de rups, wat doet u nou? Wat doet u nou? Het is helemaal geen rups. Huh? Oh, kijk. Het is een vlinder. Nou ja, zo. Oké, gebeuren mooie dingen. Zullen we het boertje roepen? Dat het boertje jullie laat zien wat hij allemaal voor de dieren doet. Zullen we eens proberen? Oh, muziekje aan. Boertje, kom maar tevoorschijn. Laat maar eens zien dat jij heel goed voor de dieren kan zorgen. Hoe moet je dat nou doen? Hoe moet je nou een boertje roepen? Dan moet je niet roepen boe, want dan komt hij niet. Dat is een leuk idee. Weet je wat? Ik ga hem roepen en dan doen jullie net alsof je een koe of een varken of een paard bent. Moeten jullie heel veel herrie maken. Even horen. Ja. Ja, boertje, je moet nu komen. Je moet nu komen. Wat is er dan aan de hand? Ho, 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 ho. Ja, het kruikje gaat hier op het hoofd zitten van iemand. Oh, op de mest hoop jij. Zo, bij je vriendje. Kijk. Goeiedag. Ik ben het boertje van de kinderboerderij. En ik ben zo blij, want we hebben er een geitje bij. En ik zorg voor alle dieren. En ik zorg dat alles schoon is. Billen maak ik ook schoon, kijk. Ja, schoenen ook. Ik zorg voor de koe, voor het varken, voor het konijn, voor de kip. Ik doe haren goed. Kan ik allemaal? Ja. Kijk. En ik kan nog één ding heel erg goed. Is even hier mijn bezempje laten staan. Ik kan goed plantjes laten bloeien. Zodat alle diertjes te eten hebben. Hou eens even die gieten vast. Hier. Doe ook eens wat. Hier. Kijk. Zo. Oh. Er komt een prachtige zonnebloem aan. Jongens en meisjes, het is niet te geloven. Oh, maar hij is nog wel een beetje klein. En jullie kunnen hem niet goed zien, hè? Kijk, als je goed voor de plantjes zorgt, moet je ook zorgen dat de aarde een beetje losjes zit. Dan zal ik hem even een beetje groter maken. Nou, kom maar. Bloempje, ga nou eens groeien. Het is elke keer verkeerd met die bloempjes, hè. Hou je het even in de gaten? Ja, kijk. Ja, daar komt hij hoor. Bloempje, ga nou groeien. Oh ja, je moet altijd lief zijn. Ja, ja, wie kan er iemand even water geven dan? Want dat kan ik niet. Hé, die pakt even de gieter. Oh ja, 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 ja. Nog meer, nog meer, nog meer. Oh, je bent aardig. Nog meer, nog meer. Oh, oh, oh. Nog meer water. Heel veel water. Jongens en meisjes, wat is dit nou? Hoe heet jij?
Nora! Nora! Blijven water geven! Blijf water geven! Blijven door blijven gaan! Zullen wij eens even heel hard klappen voor Nora? Nora, klappen! Nou zeg, zo, plaatje brein. Blijf staan, blijf staan, blijf. Weet je wat, ik geef hem nog een beetje mest. Ja, dat is heel belangrijk, jawel. Als je zonnebloemen een beetje poep geeft, dan blijven ze heel goed groeien. Huh? Wat zit er nou in mijn emmertje? Niks muziek. Maar dit hoort hier helemaal niet. Dit hoort hier niet. Dit is een raar beest. Mevrouw Kip, kijk, dit is... Ik vind dit... Dit is eng. Kijk, dit wil ik helemaal... Ik wil helemaal dit beest niet. In de boerderij, die hoort hier helemaal niet thuis. Beesten, Popie, onmiddellijk terugkomen. Jij met je gekke verhalen en je verzinsels. Zit er in één keer een raar beest in het boek. In die emmer. En dat staat niet in het boek, het meneer van de pinguïn. Zit er in het boek een raar zwart beest? Nee. Nee, vader van de meneer van de pinguïn. Nee. Zie je? Nee. Popie, terugkomen jij. Je maakt er maar een einde aan. Ik heb het gehad. Ben je er helemaal betoeteld, poefeld? Er zit iets engs in die emmer. Nou zijn we helemaal niet meer blij. Oh. Zeg, hé. Hey. De dieren zijn niet bang. Kom eens de... Hij is wel heel groot. Hebben jullie wel eens op de kinderboerderij zo'n spin gezien? Ja! Ik niet. Hallo, spinnetje. Kom er eens uit. Ik durf niet. Waarom durf jij dan niet? Ik ben bang. Ik ben hier en niemand vindt mij leuk. Oh, maar ja, je ziet ook heel... Allemaal spinnenwebben, zie je dat? Kom er nou eens... Hallo mevrouw de spin, wat doet u hier? Ik heb geen huisje meer. Geen huisje meer? Nee. En hoe komt u dan hier? In de bananen. In de bananen? Ja. Wat dan? In een doos met bananen. Oké. Wat doet u nou? Hallo? Mevrouw de spin. Ja. U mag wel hier blijven. Ik doe niet. Ja, mevrouw de spin. We hebben er hier een geitje bij. Zou u die ook kunnen zo zien? En zou hij hier willen blijven? Zou ze hier mogen blijven op de kinderboerderij? Wat denken jullie? Nee! Nee? Ze komt denk ik uit een heel warm land, hè? Nou, weet je wat, mevrouw Spin? Wat doet u nou? Ik was een beetje bang. U moet uw pootjes thuis houden. Kijk, u moet een beetje aardig zijn. Ik vind dat heel knap van jou. Durf je hem te aaien? Wow. Weet je wat? Ga zitten. Ik denk dat u wel mag blijven. Oké. Ga maar eens lekker in de emmer. Maar, dan doen we het volgende. Alle dieren hebben namelijk het geitje nog niet gezien. Op deze kinderboerderij. Jullie al wel? Nee. Oké, dan
moeten we een optocht maken. Wie gaat er op het stepje? Ik ga. Ja. Dan maken we een optocht. Kijk, Kate gaat voorop. Met de pet. Nog niet steppen, hè? Zo, hou vast, hè, de step. Daarachter komt de koe. Wie wil de koe vasthouden? Wie wil de koe? Wil jij de koe vasthouden? Mag jij achter Kate gaan staan? Kom maar. Kom jij hier staan? Oh, blijf maar daar staan. Wil je de koe zo vasthouden? Vind je het zo goed? Ja. Nou Kate, dan moet je dadelijk wel hard stemmen hoor. Ik kijk wel van om mee. Oh, we hadden een varkentje. Wie houdt het varkentje vast? Want die wil dadelijk het geitje ook zien, hè? Wil jij het geitje? Heel voorzichtig, hè? Nou, Kate Mick. Oeh. Oh, en de kip, mevrouw Kip. Wie houdt de kip vast? Ja, meneer Haan, dat begrijp ik. U wil graag de kip vasthouden, hè? Ja. Oké. Okay. Zullen we... Oh, het konijn nog. Het konijn. Ja, maar hij hoort er ook een beetje bij, hè? Hou jij het konijn vast? Wie laat dan de spin het geitje zien? Wel. Dames en heren. Ik moet natuurlijk een moedergeit hebben. Een moedergeit. Wie is de moedergeit hier? Wie is de moedergeit? Oh ja, hier zit de moedergeit. Kijk, hè. Moedergeit, nog niet laten zien, hè. Hier zit het geitje in. Hou het verstopt, hè, want we komen eraan. Oké. Mick, kun je achter me aansteppen? Oké. Loop je ook binnen met een varkentje? Ja, loop mee. Even kijken hoor. Daar gaan we, Mick. We zijn zo blij, of de kinderen worden blij. Iedereen is vrolijk en iedereen is blij. En we zijn zo blij op de kinderboerderij. Iedereen is welkom en iedereen hoort erbij. Zijn we er nog? Zijn we er al? Zie je moedergeit al? En toen kwamen alle dieren en liepen naar moedergeit toe. Moedergeit, kom maar eens even op de stoel zitten. Het is een beetje moeilijk om te zien. Zo, vlinder weg. Zo. U mag gaan zitten, moedergeit. Ja, zit u er? Zijn zo blij op de kinderboerderij. Iedereen is vrolijk en iedereen is blij. Dan kun je zo doen. Zijn zo blij. Ja, is moeilijk, hè? Zijn zo blij op de kinderboerderij. Iedereen is vrolijk en iedereen is blij. Zullen we het eens proberen? Oké, daar gaat hij dan. Moeder Geit, we komen eraan, hoor. We zijn zo blij op de kinderboerderij. Iedereen is welkom en iedereen hoort erbij. We zijn zo blij op de kinderboerderij. En de koe zei... even allemaal tegelijk. En de koe zei... En het paard zei... En het varken doet... En de poes zegt... Wow! En de spin doet... Oeh! Die spin die doet kriebelen. Dus als ik zeg van de spin... Oké, zullen we het doen? Oké. En de spin doet... Wow! En de kip doet... En het paard doet... Moeder Geit, we komen eraan hoor. We zijn zo blij op de kinderboerderij. Iedereen is vrolijk en iedereen is blij. Want we zijn zo blij op de kinderboerderij. Nou mogen alle dieren naar voren komen. Kipje en het varken en
En de spin ook, ja, ja. Want, moeder geit, het is zover. Moeder geit gaat staan en alle dieren, moeder geit, kom maar staan. Zien jullie al wat zitten? Moeder geit, het is zover. Kunt u ook een geluidje maken? Wat doet de geit? Leer even die moeder geit wat ze doen. Nee, oh, het is me. Moeder geit, alle dieren, kunnen alle dieren het zien? Ook de spin? Ja. Ook de spin? Moeder geit? Laat het maar zien. Amy, als we het doek eraf halen en je ziet het geitje, zeggen we allemaal tegelijk. Oh, wat mooi. Zullen we proberen, moeder geit, kom maar hier staan. Dieren het goed zien, hè? Doekje eraf. Daar gaat ie. 1, 2, 3. Oh, wat mooi. Zullen we zeker heel hard klappen voor moeder geit? Ja. En die spin ook te maken. Ja, kijk. En jullie mogen allemaal komen kijken. En je mag even het geitje komen aaien. Want dit was het verhaaltje. Zijn zo blij.